Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali. Pada edisi yang ke-22 edisi yang mulai bulan Maret sampai sekarang karena penyakit pandemi corona masih terlihat, masih dirasa. Tetapi kami berterima kasih banyak bahwa Tuhan tidak lepaskan tangannya daripada kami sekalian. Nanti kita boleh mulai ibadah yang ke-22 ini lewat live stream dalam nama Tuhan. U allen een hele goede morgen en van harte welkom op deze 22e editie Via de livestream begonnen in de maand maart, omdat daar de pandemie, de ziekte corona, het virus zich hier in Nederland en in geheel Europa zich liet zien. Met alle gevolgen van dien, alle samenkomsten, bijeenkomsten, ook kerkdiensten werden afgelast. Op deze 22e editie willen wij. God dankbaar zijn dat Hij altijd zijn kinderen nabij staat en via de livestream mensen mogen genieten, mensen getuigen mogen zijn van Zijn Woord. Gods geest mogen zo werkzaam zijn in ons allen. En roepen wij zijn naam aan. Laat ons samen beginnen. Marila Kite Molei, Jan Ibadini. Pertolongan KITA. Adala dalam nametouhan. Yang muntjipta kan langit dan boemi. Yang te tapsetia sampijse lama lamanya. Dan jang perna, perna. Tingalkan per boatan per tanganya. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat gaan het werk dat zijn hand begon. Karunia adlabagisirinjima Tuhan, dan sejachtra daripada alababa, dan daripada Tuhan kita Jezus Christus, dan daripada rohokdus. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. Selaku nats pembukaan kita dapat batja dalam Injil Matius. Fatsal 22, ayat 37-40. We lezen als openingstekst uit het evangelie volgens Matthäus, hoofdstuk 22, de versen 37 tot en met 40. Jawab Jezus hem: "Kasihila, Tuhan Allah dengan met hatimu. Dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah: "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan Kitab para nabi. Matthäus 22, 37 tot en met 40, onze openingstekst. De Heer antwoordde: Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. En het tweede daaraan gelijk is heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en in de profeten geschreven staat. Naatspembukaan Mattheus 22:37 sampai dengan ayat 40. Maar laat kita bersatu dalam doa sebelum buka dan dengar akan firman Tuhan. willen een zijn in gebed voordat wij de schrift openslaan en Gods woord aanhoren. Laat ons bidden, Berdoa. Buka hati kami Tuhan. Dan engkau sendiri boleh dalam kami kerja dengan rohmu. Tuhan sendiri boleh menerangi segala sesuatu yang nanti kami boleh dapat dengar dalam dari kitab yang kudus itu. Firmanmu. Yang terdengar saban kali Saban hari Minggu juga dalam keadaan yang penuh dengan penyakit kiri kanan, atau justru dalam keadaan yang begitu gelap. Tuhan, kerjalah dengan roh-Mu, dan engkaulah sendiri datang dengan kata-kata kekuatan, kata-kata penghiburan, kata-kata jalan keluar, kata-kata. Tuhan, Rohmu dalam nama laki-laki Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa In uw naam, O Heer onze God, hebben wij u mogen aanroepen. In uw naam bidden wij tot u, omdat het Woord dat wij u mogen openslaan in uw naam mogen geschieden, en uw Geest mogen werkzaam in ons allen. Uw geest, stel ons hart open voor het horen en verstaan en aanvaarden van uw woord. Uw geest, doe ons de woorden verstaan van kracht van troost, van hoop van leven. Die woorden klinken tot ons door uw geest in de naam van Jezus, onze Heer en Heiland. Amen. Menurut API yang Tertulis, dalam jadwal pengotpa gereja-gereja pada Minggu ini, kita dapat baca, dalam injil matius vatsaltige blas, ayat 44, pulumpat, dengan ayat lima pulu dua. Overeenkomstig het preekroosten van de kerken is de lezing uit het evangelie volgens Matthäus hoofdstuk 13, te beginnen in vers 44 en eindigend in vers 52. hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi oleh sebab sukacitanya Pergilah ia menjual menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu Demikian pula hal kerjaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerjaan surga itu seumpama pukat yang dilebuhkan di laut lalu Mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerjaan surga Itus umpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Matthäus 13 de versen 44 tot en met 52. Het is met het Koninkrijk van de Hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw. En in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen. Ook is het met het Koninkrijk van de Hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie parels. Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had. En die parel te kopen. Het is met het koninkrijk van de hemel ook, als met een sleepnet, dat in een meer werd geworpen, en waarmee allerlei soorten vis werden gevangen. En toen het net vol was, trok men het op de oever en ging men zitten om de goede vis in kuipen te doen, de slechte vis werd weggegooid. Zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld. De engelen, ze zullen erop uittrekken en de kwaadwilligen van de rechtvaardigen scheiden. En ze zullen hen in de vuuroven werpen, waar ze zullen jammeren en knarsetanden. Hebben jullie dit alles begrepen? Ja, antwoordden ze. De Heer zei hen: Zo lijkt iedere schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de hemel is geworden, op een huismeester die uit zijn voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt. pembacaan dari Alkitab. Tot zover de lezing uit de schrift. Berbahagialah setiap orang yang firman Tuhan serta mau kehendak die het woord van God heeft aangehoord, het woord in zijn of haar hart bewaren en leven uit het woord van die levende God. Terpujilah Kristus, Haleluya! Sesudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita rasa sangat penting dalam kehidupan, sangat penting bahwa kita ingin hidup dengan kepentingan nilai itu. Walaupun, walaupun kita mengalami angin sakal yang kuat dalam hidup kita kita toh tidak mau lepaskan nilai kepentingan itu nilai itu mewarnakan hidup kita nilai itu mengisikan hidup kita nilai itu memberi arti bagi eksistensiku bagi manusia sesuatu yang berharga dalam hidupnya dapat berbeda satu daripada yang lain. Untuk satu, itulah kesehatan; untuk yang lain, itulah kasih; untuk yang lain, lagi itu kebersamaan; untuk yang keempat, mendapat perhatian; dan seterusnya. Untuk Alkitab, yang penting, yang sangat berharga itulah kerajaan Allah, kerajaan surga. Kerajaan yang bukan dari dunia tetapi berada di tengah-tengah dunia ini. Kerajaan yang datang dari atas. Kerajaan yang diberikan dari atas, diberikan oleh Tuhan. Tuhan Allah sendiri di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus diberikan kepada manusia. Dalam kerjaan itu, dia berkuasa. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dan setianya selama-lamanya. Dalam kerjaan itu, aturan-aturan, perintah-perintah, kata-kata Tuhan berlaku. Kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan sesama manusia seperti dirimu sendiri, hukum perintah yang pertama yang sama dengan perintah yang kedua. Dalam kerajaan itu, kasih Tuhan berkuasa, dan keluar dari kasih ini, ternyata kata-kata yang memberi hidup pada manusia hidup yang Tuhan bermaksud. Kata-kata sukacita, damai sejahtera, kesebaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, keadilan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kata-kata yang membutuhkan melihat kata-kata ini dalam praktek. Terlihat dalam perbuatan-perbuatan yang dapat mengerti kata-kata ini. Memang memang ini tidak gampang sebab ini membutuhkan banyak usaha. Tetapi toh realitas ini yang Tuhan bermaksud. Dan Yesus mendahului kita dalam hal ini. Dalam realitas kerjaan Tuhan terlihat Seorang musuh turun dari keledainya untuk membantu seorang yang dipukul sama sekali hampir mati. Bahwa dia, dia yang menolong sendiri, adalah seorang Samaria dan yang berkorban seorang Yahudi. Dua orang latar belakang yang bermusuh, tetapi sama sekali tidak menjadi masalah. Karena ada orang yang membutuhkan. Tembok-tembok etnis, tembok-tembok budaya, dan bahkan tembok-tembok agama dihilangkan dalam kerjaan Tuhan. Dalam kerjaan Tuhan terlihat seorang Arya yang mempercayakan anak yang bongso dengan warisannya jika dia memintanya dan siapa sangka, ketika dia kembali ke rumah dengan tidak ada apapun, benar-benar melarat, ia toh diterima dengan kasih sayang bapaknya, kasih sayang yang mendalam. Akibatnya, kakaknya, kakak tua, marah sekali. Di kerajaan itu terlihat ada seorang raja yang menghapuskan hutang besar dari hambanya. Hutang besar yang hambanya sama sekali tidak dapat membalas kembali. Dalam kerjaan itu terdengar. Barang siapa menampar pipimu yang satu berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu biarkan juga ia mengambil bajumu dalam kerjaan realitas Tuhan itu. Yang buta dapat dilihat, yang tuli dapat didengar, yang lumpuh dapat dijalan, bahkan yang mati dapat dihidup. Dalam kerjaan realitas itu, manusia yang bertobat dapat diampuni dan rekons rekonsiliasi dapat terlihat terang menembus kegelapan. Siapa yang mendengar betul pada kata-kata Tuhan yang tadi dibaca di pembacaan Alkitab kita. Dia dapat mengerti bahwa ini bukan hanya tentang harta dan mutiara. Tetapi juga tentang mencari dan mengingin, mengingin apa yang berharga. Hal kerjaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerjaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Ya, kerjaan surga, kerjaan Tuhan ada tersembunyi di tengah-tengah kita. Cari, dan kamu akan dapat. Siapa yang mencari nilai yang sangat berharga dalam? Hidup ia itu akan mendapat harta yang lebih berharga daripada segala emas dan perak. Ya, begitulah. Petrus juga berkata, "Waktu ia bersama Yohanes pergi ke Bait Allah untuk berdoa di sana, dan di pintu gerbang Bait Allah mereka bertemu seorang lumpuh." Dan seorang lumpuh ini meminta sedekah. Dan Petrus menjawab, "Bagaimana? Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai? Kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalanlah, dan lihatlah ia berjalan. Ia dapat masa depan, ia dapat pengharapan, ia boleh hidup karena dihidupkan kembali." Terang menebus kegelapan. Siapa yang mencari nilai inti, yaitu akan bertemu Tuhan, harta yang terbesar. Siapa yang mencari nilai inti, yaitu akan menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Dan di dalam tangannya boleh mendapat kekuatan untuk saban kali bangkit berdiri jika jatuh. Di dalam tangan Tuhan, Tuhan Allah dukunganmu ketika kamu terhuyung. Di dalam tangan Tuhan, Tuhan adalah harapanmu pada saat kamu berputus asa. Di dalam tangan Tuhan, Tuhan adalah sukacitamu dalam kesedihanmu. Di dalam tangan Tuhan, Tuhan adalah hidupmu di dalam kematianmu. Mencarilah Tuhan dalam doa. Mencarilah Tuhan dalam pergulan satu dengan yang lain. Mencarilah Tuhan dalam dunia sekarang ini. Yang kita melihat dan merasakan kontradiksi yang hebat. Ketenangan, demonstrasi kiri-kanan, Pandemie, die ja, nog ada en orang orang suda moak. Suda moe, ze zijn moe. We hebben het besar. de Je Geliefde gemeente van onze over Jezus Christus. Wat vinden wij zo waardevol in het leven? Zo waardevol. Dat we ervoor willen gaan. Zo waardevol dat het ons leven vult. Zo waardevol dat we ondanks de tegenwinden die we in ons leven ervaren, toch vanwege dat waardevolle het leven aankunnen en voortgaan met dat leven. Wij mensen kunnen. Van alles en nog wat invullen wat voor ons zo waardevol is. De een zegt gezondheid, de ander zegt dat liefde waardevol voor hem of voor haar is. Weer een ander zegt saamhorigheid, een vierde zegt, ik heb aandacht nodig, dat is voor mij zo waardevol. Enzovoorts. Voor de Bijbel is het waardevolle in het leven alles wat de mens geluk brengt en geluk geeft. En dat is het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk der Hemelen. En dit rijk, zegt de Schrift, dit rijk is niet van deze wereld. Maar dit rijk staat wel midden in die wereld. Het is het Koninkrijk dat van boven komt. Het is het Koninkrijk dat van boven wordt gegeven. Van God zelf. En dat rijk is God zelf in zijn zoon Jezus Christus. Zo is het met het Koninkrijk der Hemelen. En in dat rijk heerst Hij. Hij die hemel en aarde heeft gemaakt. En trouw is tot in eeuwigheid. En in dat rijk gelden de regels van de Heer onze God. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. Het eerste en het tweede gebod zijn één. In dat rijk gelden de regels van de Heer. In dat rijk geldt en heerst zijn liefde. De grondslag van het leven. En uit deze liefde spruiten de regels, de woorden voort van een gelukkig leven zoals God het heeft bedoeld. Woorden van vreugde en vrede. Woorden van geduld en vriendelijkheid. Woorden van goedheid en geloof. Woorden van zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Woorden van recht en gerechtigheid. Allemaal woorden van leven. Van goed leven. Van goed samenleven. Woorden. Die niet zomaar vanzelfsprekend zijn. Woorden die vragen om daden. En wanneer een woord om een daad vraagt, dan kost dat moeite, veel moeite. Maar dat is wel de werkelijkheid die God voor ogen heeft. En Jezus is ons daarin voorgegaan. Daar in dat rijk van die God. Stapt een vijand van zijn ezel om een man te helpen die in elkaar is geslagen? En dat hij zelf een Samaritaan is en het slachtoffer een Jood, dat maakt helemaal niet uit. Want daar ligt een mens in nood die geholpen moet worden. Etnische, culturele en zelfs religieuze scheidslijnen, die vallen weg in dat rijk van die God. Dat rijk dat midden in deze wereld is. In dat rijk van God is een vader die aan de jongste van zijn beide zonen nu al zijn erfdeel toevertrouwt. Als die jongste daarom vraagt. En die hem later, als die jongste platzak en berooit met hangende pootjes, weer bij hem thuis komt, bij die vader. En dat die vader hem feestelijk onthaalt tot ergernis van zijn oudste broer. Daar in dat rijk van die God is een koning die een slaaf de immense schuld die die slaaf heeft opgebouwd kwijtschuldt. Daar in dat rijk van God is een boer die met wijdse gebaren zaad strooit. En die boer maakt zich geen zorgen over dat twee derde deel dat niet zal opkomen. Hij vertrouwt op, dat een, op die een derde. Dat een derde deel. Dat deel zal veel vrucht voortbrengen. In het koninkrijk van God, in het koninkrijk van de hemel. Daar gaan blinden weer zien. Daar gaan doven weer horen, verlamden weer lopen, worden zelfs doden opgewekt. In het rijk van God wordt vergeven. Wanneer mensen berouw tonen, vindt verzoening plaats. De toekomst breekt in in het heden, in het alledaagse leven. Het licht doordringt het duister. Wie goed luistert naar Jezus, ontdekt dat het niet alleen gaat om de schat of de parel dat we net mochten lezen. Het gaat minstens zozeer om het zoeken, zoeken naar wat kostbaar is. Het gaat net zozeer om het verlangen naar wat waarde heeft. Het koninkrijk van de hemel is als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw. En in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen. Ook is het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie parels. Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had om die ene waardevolle parel. Te kopen. Ja, Gods rijk is verborgen aanwezig onder ons. Zoekt en gij zult vinden. De parabels van Jezus Christus leren ons kijken achter het alledaagse om iets groters op het spoor te komen. Wie zoekt naar de waarde van het leven, die kan een schat op het spoor komen. Die meer waard is dan alle goud en zilver. Ja, zo heeft Petrus ook gesproken. Toen hij samen met Johannes op weg ging naar de tempel om er te bidden. En daar bij de poort van de tempel, die de Schone Poort genoemd wordt, een verlamde man ontmoette. En die verlamde man vroeg hen om een aalmoes. En Petrus antwoordde. Goud en zilver heb ik niet, maar wat ik heb, geef ik u. In naam van Jezus Christus van Nazareth, sta op en loop. En zie hij liep. Hij had weer ruimte om te leven. De toekomst breekt in in het alledaagse. Licht doordringt in de duister. Iemand die zoekt naar de waarde van het leven. Die komt een schat op het spoor. Zo iemand die kan God vinden. God als het antwoord op je zoeken. Als de grootste schat. En wie alles inzet om te ontdekken wat het leven kostbaar maakt. Wie de waarheid spreekt. En pareltjes van wijsheid verzamelt. Die mens wordt zelf een parel. Een parel. In de hand van God. En zoals Jezus zegt in de parabel, wie een echte schat ontdekt, doet al het andere aan de kant. Alles wat hij bezit, bezat verkoopt hij. Om juist die ene waardevolle te kopen. Om die schat te verwerven. Alles aan de kant. En Jezus zegt er zelfs bij, zo iemand doet het, doet met vreugde alles wat hij bezit weg. Om die waardevolle schat te verwerven. Zo iemand, zo iemand legt zijn leven in de handen van God. Zijn overgave in Gods handen, dat is steeds de kracht om op te staan wanneer je valt. Hij is Jehovah vast, die God, wanneer je wankelt. Hij is je hoop wanneer je wanhoopt. Hij is je vreugde in je verdriet. Hij is je leven in je dood. Je weet dat hij, de Heere God, zelf het oordeel zal uitspreken uit alle liefde. En je maakt je geen zorgen of je tot de slechte of goede vis zult behoren, tot de kwaadwillige of de rechtvaardige. Want als je leerling bent van Jezus, richt je op, richt je op zijn rijk, op zijn wereld, die te, minder, te midden van de onze is. Dan ben je als iemand die beschikt over een hele voorraad schatten, zowel oude als nieuwe. Je bent iemand die vergeeft wanneer je kwaad wordt aangedaan. Je bent iemand die verbindt, waar tegenstellingen en verdeeldheid heersen. In de wereld van vandaag merken en voelen wij grote tegenstellingen, spanningen, demonstraties over de hele wereld. En nog altijd de aanwezige pandemie van corona. De mensen, ze zijn het zat. De mensen, ze zijn moe. Het leven, hun leven wordt bekneld. In zo'n tijd, gemeente van onze Heer Jezus Christus, in zo'n tijd weer klinkt de boodschap van God om op zoek te gaan, op zoek te gaan naar de schat op zoek te gaan naar de parel. Dat we dat blijven doen. Op zoek te gaan naar die schat en die parel. Dat we mogen blijven bidden. Daarom dat we ons mogen blijven inzetten voor hen die onze zorg behoeven. Dat we mogen blijven verbinden. Waar tegenstellingen en verdeeldheid zo sterk aanwezig zijn. Want die schat is het waard. Die God is het meer dan waard om hem te zoeken. De toekomst breekt in, in het alledaagse. Het licht doordringt in het duister. Geprezen zij onze Heer Jezus Christus. Amen. Marlakito kapada Kepada di Surka. Mogen wij en willen wij in ons slotgebed God zeggen Laat ons bidden. Marlakito Bardoa. Ja, Heer, dat we zo onze zoektocht mogen voortzetten naar U, verborgen in ons leven aanwezig. Steeds weer. Zo bent U met ons, O Heer. Te midden van al wat we meemaken, te midden van alle vreugde, te midden van alle verdriet, te midden van alle tegenstellingen, te midden van alle verdeeldheid, te midden van alle spanningen. U bent verborgen aanwezig. Inspireer ons allen met uw Geest, Opdat we elkaar mogen inspireren om op zoek te gaan. Naar die schat, naar die parel, Heer, onze God. Help en sterk ons zo altijd weer in dat leven te staan. Te blijven bidden voor elkaar, te blijven bidden voor de wereld, te blijven bidden en zoeken naar u, bidden voor hen die het zo moeilijk hebben. Door ziekte of wat voor omstandigheid dan ook bedrukt. Heer, horen aan. In het bijzonder zij die kwetsbaar zijn door eenzaamheid, door ziekte, door psychisch lijden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. En dat we door uw geest gedragen uiting mogen blijven geven, ons geloof mogen blijven beleiden in u. En we zo uw licht. Mau laten doordringen in duister van mensen. Shukur dan pujian syo Tuhan. Kami naikkan kepadamu. Karena apa yang tadi kami boleh dapat dengar. Bahwa Tuhan. Tuhan tetap bersama dengan kami. Memang tersembunyi. Tetapi tersembunyi hadir. Kiranya kami boleh tetap cari. Dan kami dengan pimpinan rohmu akan mendapati, dengan pimpinan rohmu saling menolong, saling membantu, saling mencari harta yang terbesar, yaitu Yesus Kristus, mutiara yang indah. Begitu, Allah Bapa yang ada dalam kerjaan surga, dukunganlah kami supaya kami tetap tinggal berdoa untuk saudara-saudara kami yang kami kenal yang berada dalam keadaan yang tidak gampang karena sakitan corona atau sakitan stroke atau apapun Tuhan boleh bersama dengan mereka Tuhan boleh dengar seruan-seruan yang kami naikkan dan mereka boleh dikuatkan dan boleh bangkit berdiri kiranya Tuhan kami dengan pimpinan rohmu boleh inspirirkan satu dengan yang lain, dan boleh menjadi terang bagi sesama manusia yang mungkin berada dalam keadaan yang tidak gampang, mencari jalan keluar tetapi tidak tahu mau berjalan bagaimana. Kami boleh berdoa untuk saudara-saudara kami yang anonim bagi kami yang kami tahu sama sekali tidak kenal pada nama mereka, tetapi kami tahu bahwa nama mereka tertulis dalam tanganmu. Kami menyerahkan anak-anakmu sekalian ke dalam tangan Tuhan, dan si Tuhan kiranya seruan-seruan terdengar, dan Tuhan boleh tunjukkan mukamu dalam anak-anakmu yang dengar seruan-seruan itu dengarlah doa kami Tuhan dengarlah doa kami yang kami boleh dan mau menyempurnakan dengan kata-kata yang dia sendiri anakmu laki-laki Yesus Kristus mengajar kami Bapa kami yang di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerjaan. Dan kuasa. Dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin. Sesudara yang kekasih dalam Tuhan. Kiranya. Kita boleh. Terima berkat daripada Tuhan. Lewat. Live stream ini untuk menutupi ibadah ini, kami boleh angkat hati kepada Bapa yang di surga dan boleh terima berkat Tuhan. Dan kiranya minggu depan, edisi yang ke-23, kita boleh bertemu satu dengan yang lain lewat live stream YouTube ini. Angkatlah hati kepada Bapa yang di surga dan terimalah berkat Tuhan. Mogen wij onze harten opheffen ten hemel en ontvangen Aan het einde van deze dienst de zegen van God. Kasi karunya, tuhan Jezus Christus, kassi alababa, Roh Kudus, bezerta dengan kami semua, De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met ons allen. Amen.